Hallo allemaal. Welkom op deze webinar. Een webinar met een ontzettend belangrijk thema, namelijk de mentale gezondheid in onze woonzorgcentra. En dat is een breed thema, want het gaat over de mentale gezondheid van medewerkers en van bewoners. En die heeft de voorbije weken, de voorbije maanden, het voorbije jaar toch wel onder een gigantisch grote druk gestaan. En laat ons eerlijk zijn, ook in pre-coronatijd was dit een belangrijk, maar wellicht ook wel een onderbelicht thema. En in die zin is het goed dat we het daar vandaag over kunnen hebben. Is het goed en belangrijk dat het voorbije jaar meer aandacht heeft gekregen. De mentale belasting van mensen die werken in de zorg, die is groot. En vaak, en dat geldt niet alleen voor de mensen in de zorg, dat geldt eigenlijk in onze samenleving in het algemeen, is er bijzonder veel schroom om daarover op een open manier te kunnen spreken. Wie durft daarover spreken? Wie durft daarover spreken thuis, met zijn partner, met zijn kinderen, met zijn ouders? Wie durft daar op een open manier over spreken op het werk of met vrienden? Wie durft op een open en op een eerlijke manier antwoorden op de vraag, hoe is het als het niet goed gaat met u? Maar je kan maar zorg dragen voor anderen als je ook zorg draagt voor uzelf. En daarom is dat mentale welbevinden zo ontzettend belangrijk. Nog meer voor mensen in de zorg dan voor andere sectoren. En daarom is het goed dat we met Logo hierover vandaag kunnen spreken. Het is een thema dat we moeten oppakken en aanpakken. En moeten inbedden. Inbedden in het beleid in elke instelling, in elke voorziening. In elk woonzorgcentrum en ook in andere organisaties en instellingen. Het is een belangrijk thema omdat het uiteindelijk bijdraagt aan datgene waar dat de mensen, waar dat jullie als medewerkers zich voor engageren. Zorg dragen voor anderen kan alleen maar, zoals ik net zei, als je zorg draagt voor jezelf. Als je goed voelt in jezelf, dan kan je ook ervoor zorgen dat je dat overdraagt aan andere mensen. Het voorbije jaar hebben we op dat thema ingezet. We hebben de signalen die we van jullie kregen ontzettend goed aangevoeld. We hebben de Zorg Samen opgericht. Een platform voor mensen in de zorg, onderling, om elkaar te kunnen versterken. We hebben samen met de CGG's mobiele equipes uitgerold en ter beschikking gesteld om ervoor te zorgen dat daar waar dat het nodig was, en het was op vele plaatsen nodig, dat die ondersteuning er kon komen. En we moeten daar verder op willen en durven inzetten. En daarom dus ook deze studiedag. Stress en burn-out, daar worden we in vele sectoren mee geconfronteerd. Maar in de zorgsector toch nog meer dan op andere vlakken. Dat een plaats kunnen geven, dat op een goede manier kunnen aanpakken, is van een ontzettend groot belang. 4 op de 10 mensen in de zorg die getuigen van een grote emotionele werkbelasting. Dat is veel meer dan het Vlaams gemiddelde, want daar gaat het over 1 op de 4. Die emotionele werkbelasting is aan de ene kant een stukje te begrijpen, want mensen die werken in de zorg, die dragen zorg, die doen dat met een groot hart en een groot engagement. En uiteraard, wij werken niet met producten, wij werken met mensen. En dat zorgt voor een grote emotionele belasting. En dus moeten we daar aandacht voor hebben en moeten we dat kanaliseren. We hebben het voorbije jaar gewerkt aan een sociaal akkoord om ervoor te zorgen dat de financiële waardering hoger wordt. En ook om ervoor te zorgen dat we de komende periode meer mensen in de zorg, in de woonzorgcentra naar bod kunnen brengen. Dat zal bijdragen tot minder druk, minder belasting. Maar dat is noodzakelijk, maar niet voldoende. Dat weten we. Dit thema waar we hier vandaag over samen zijn, is een thema dat complementair daarvoor is. Het ene is noodzakelijk, maar het is niet voldoende. Om het voldoende te laten zijn, om die signalen die we ontvangen goed te kunnen capteren, moeten we hier rond verder werken. Naast het mentale welzijn voor de medewerkers, gaat het natuurlijk ook over het mentaal welzijn van de bewoners. En die twee die hangen samen aan elkaar. Want het mentaal welzijn van de bewoners, en wanneer dat het daar niet goed mee gaat,
vele medewerkers nemen dat ook mee naar huis. Worstelen daarmee. En het is belangrijk om dat op een goede manier een plaats te geven. En we weten allemaal dat wanneer dat mensen van een thuissituatie naar een woonzorgcentrum gaan, dat dat vaak zorgt, ja, toch wel voor een hele breuk, een hele ruptuur. Het is niet alleen het verlaten van een thuissituatie naar een nieuwe omgeving. Het is toch ook wel het achterlaten. Het mentaal achterlaten van heel veel zaken. Niet alleen het achterlaten van bakstenen, van meubels, van herinneringen. Maar het is vooral ook het mentaal achterlaten. Het mentaal achterlaten wat men gedurende jaren een hele generatie heeft opgebouwd. Om plots in een nieuwe situatie te komen. Een nieuwe situatie die per definitie een situatie is waarbij dat de hulp veel groter noodzakelijk is. Een nieuwe situatie waarvan men weet dat dit ook de laatste fase van het leven is. Dus die emotionele belasting ook van bewoners, die is groot. Sommigen kunnen daar op een goede manier mee omgaan. Maar velen worstelen daarmee. Plaats kunnen geven aan die worsteling. Dat kunnen begeleiden, daar ruimte voor kunnen geven, dat bespreekbaar kunnen maken. Met bewoners, met familie, is toch wel van een ontzettend groot belang. En als we daar geen plaats en geen ruimte voor maken, dan zorgt dat op een of andere manier voor een grote druk, ook bij het personeel. En dus moeten we daar op inzetten. Het mentale welzijn van de bewoners is belangrijk voor de bewoners, maar is eigenlijk ook van een ontzettend groot belang voor de medewerkers zelf. Dat mentale welzijn moeten we op een brede manier zien. Eigenlijk gaat het over de vraag, hoe kunnen we in die laatste levensfase levenskwaliteit geven aan de mensen. En dat hangt met veel dingen samen. En daar zetten we bijvoorbeeld met gezond leven ook heel wat projecten rondop. Ik denk aan farmagebruik, het medisch gebruik, het overdreven medisch gebruik dat we vaak zien. Het gaat over goede voeding. Hoe kunnen we zorgen dat goede voeding wordt aangeboden? Want als we dat niet doen, dan leidt dat tot ondervoeding. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Het gaat over projecten rond valdetectie. En nog een aantal andere projecten. Projecten die ontzettend belangrijk zijn, omdat ze zorgen voor levenskwaliteit voor de bewoners. Een goede levenskwaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed mentaal welzijn te kunnen hebben. En het gaat ook over een volwassen dialoog. Met de bewoners en met hun familie. Dat hebben we ook in deze coronatijd gezien, waarin we moeilijke maatregelen en beslissingen hebben moeten nemen. Het beperken, het inperken van bezoekregelingen bijvoorbeeld. Soms moeilijke discussies. Maar wanneer dat die discussies gevoerd worden op een volwassen manier met bewoners en met hun familie, wanneer dat daardoor draagvlak wordt gezocht over datgene wat kan en niet kan, hoe met regels omgaan, hoe ervoor zorgen dat ze geïmplementeerd worden, dan maakt dat soms een ongelooflijk groot verschil. Levenskwaliteit van bewoners en levenskwaliteit van zorgpersoneel. Het mentale welzijn van de bewoners en het mentale welzijn van het zorgpersoneel, die gaan gewoon samen. Dat is yin en dat is yang. Je kan niet het ene inzetten en het andere verwaarlozen. Het ene versterkt het andere. En het is goed dat we dat op die manier zien en dat we dat ook vandaag meenemen op deze studiedag. Deze studiedag is belangrijk. Belangrijk om lessen te trekken uit het voorbije jaar. Belangrijk om lessen te trekken uit het voorbije jaar. Maar vooral ook om samen naar de toekomst te kijken. We leven in een ongelooflijk moeilijke periode. Een periode waarin dat we ongelooflijk veel worstelingen kennen. Het klinkt misschien raar om dat zo te zeggen. Het is in deze periode, het voorbije jaar opnieuw, dat we herontdekt hebben dat mensen sociale dieren zijn. Dat we elkaar nodig hebben om onszelf te kunnen zijn. En dat inzicht, dat we opnieuw herontdekken, en dat velen natuurlijk aanvoelen, en zeker jullie die werken in de zorg, want waarom werken jullie in de zorg? Om zorg te kunnen dragen voor anderen, om je talenten daarin te kunnen botvieren en te ontwikkelen. Maar die herontdekking en die herexplicitering van die ontdekking, dat wij allemaal sociale dieren zijn, is wel van een ontzettend groot belang. We hebben de ander nodig om onszelf te kunnen zijn. We hebben de ander nodig om ons eigen mentale welzijn, ons eigen mentale welbevinden, van onszelf, als collega's in de zorg, maar ook voor de bewoners, om dat op een goede manier te kunnen opvatten. Een gezonde geest en een gezond lichaam.
De Romeinen wisten het 2000 jaar geleden al, maar het blijft een waarheid als een koe. Preventieve gezondheidszorg is ontzettend belangrijk. Vroeg detectie, het vroeg opnemen en capteren van signalen is ontzettend belangrijk, want het voorkomt dat we later veel zwaardere maatregelen moeten nemen, curatief veel zwaarder moeten gaan corrigeren. Dat geldt voor onze fysieke gezondheid, maar dat geldt ook voor onze mentale gezondheid. En daarom is die preventieve gezondheidszorg zo van ontzettend groot belang. Daarover te kunnen spreken, daarover te kunnen debatteren en daarover ook een beleid te kunnen voeren. En daar wordt vandaag met deze studiedag een belangrijke stap toe gezet. Veel inspiratie.